gebrek aan water in de vijver De Koepel aan de rand van het Groesbeekse Bos moet vanaf september worden opgelost. Dat is het doel van een projectplan dat is opgesteld door onder meer Staatsbosbeheer de gemeente Bergendal en werkgroep Milieubeheer Bergendal. Het plan moet ervoor zorgen dat er weer water in De Koepel blijft staan. Door de lage grondwaterstand van de afgelopen jaren staat er nu nog amper water in de vijver. Volgens Staatsbosbeheer is het water niet alleen van landschappelijke en cultuurhistorische waarde, maar is het ook van levensbelang voor 5 soorten amfibieën die zich in het voorjaar voortplanten in De Koepel. Het projectplan wordt tevens gefinancierd door de provincie Gelderland.